Oké, nou, ik ben Tijn Wiemenga en ik ben de nieuwe maker bij het Bimhuis. En ik zou nu in het Bimhuis zijn om te repeteren met mijn orkest, maar nu zit ik in mijn slaapkamer. Ik had dus in het najaar een proces bedacht waarin ik het hele orkest in mijn huis kon krijgen door alle muzikanten improviserend op te laten nemen. En dat komt dus nu in deze situatie eigenlijk heel erg goed uit. Want daardoor kan ik heel goed in mijn slaapkamer gewoon verder werken. Al die muziek heb ik in stukjes geknipt. Dus het was 3,5 uur aan muziek. Daar heb ik allerlei mini stukjes van gemaakt. En die ben ik onder elkaar gaan zetten. Die ben ik gaan stretchen. Die ben ik gaan transponeren. Ik ben er allerlei gekke dingen mee gaan doen. En daar heb ik een soort van basiscompositie voor neer kunnen leggen. Ik heb nu 9 startpunten voor composities. Maar omdat nu al die muzikanten eigenlijk best wel veel tijd hebben, ben ik nu met een soort van tweede laag bezig. Dus ik heb nu allerlei muzikanten van mijn band gevraagd om weer over hun getransformeerde samples te spelen, opnieuw te improviseren. We maken een eerste versie. Alex Brajkovic die speelt zijn drumpartij in. Alistair Payne speelt daar zijn eerste versie overheen. En daarna maken we een tweede versie waarin zij weer op elkaar reageren. Zodat het uiteindelijk toch heel erg live klikt. En tegelijkertijd speel ik dan allemaal samples van andere muzikanten. Dus ik speel af en toe de stukjes Ben van Gelder op sax. Ik speel af en toe een pizzicato-lijn van Pau op de cello. Je hebt dus opgenomen muziek in allerlei kleine stukjes geknipt. En verwerkt tot een nieuwe compositie. En daaroverheen weer een nieuwe interpretatie van de live muzikanten. En de komende maanden zal ik deze nummers online gaan releasen. Thank you.